Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het begin van de jaren 30 was de afsluiting van de Zuiderzee. Die afsluiting en een gedeeltelijke drooglegging zou een einde maken aan de vaak rampzalige overstromingen. En er zou veel land gewonnen kunnen worden. In 1932 werd het laatste gat gedicht in de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. Polly Groon gaf een ooggetuigenverslag van deze historische gebeurtenis. En weer een gat. En weer is de geul kleiner geworden. De zee pruttelt tegen. Een laatste aanval op de vermetele bedwinger. Niet huilen. De kranen zijn onverslaanbaar. Voortvarende bewoners van Wieringen staan gereed om even naar Friesland over te wippen. De Zuiderzee was IJsselmeer geworden. En minister Reimer van Waterstaat zag de toekomst zonnig in. De voltooiing van de afsluitdijk zal, naar ik wens en verwacht, voor een verre toekomst een zegenrijke onderneming blijken. Een reportage in beeld en geluid, dat was nieuw in die dagen. Want het Bioscoopjournaal was pas in 1931 begonnen met geluidsfilm. Soms werden daar speciale onderwerpen voor uitgekozen die een aardig geluidje konden opleveren. En zo spoedde de cameraploeg zich over de nieuwe afsluitdijk naar Leeuwarden om verslag te doen van een zangwedstrijd voor kanariepietjes. Hallo vogeltjes, het gaat hier om het kampioenschap van Nederland. U zingt op het ogenblik voor het Polygoon. Dit gaf in ieder geval wel veel geluid. Een zaal vol typistes die angstvallig probeerden in de maat van de muziek te blijven. Ritmisch machineschrijven heette dat. Leren typen op de maat van muziek. De methode was enkele jaren tevoren door een meneer Schoevers bedacht en werd in 1932 in Amsterdam massaal gedemonstreerd. En in bussen demonstreerden bakkers en slagersjongens hun vaardigheden tijdens een snelheidswedstrijd voor transportrijwielen. Opvallend waren ook de prestaties van enkele vooraanstaande architecten. En in het begin van de jaren 30 kreeg Nederland er een aantal markante bouwwerken bij. Hilversum vierde feest toen daar in 1931 het nieuwe raadhuis werd geopend dat door gemeentearchitect Dudok was ontworpen. Dudok had al veel scholen en huizen gebouwd. Maar door dit ontwerp van het Hilversumse gemeentehuis zou hij internationale faam verwerven. Burgemeester Lamboy was er bijzonder trots op. Zo is het al voor Hilversum de blijde dag waarnaar de hele bevolking met zoveel verlangen, groeiend verlangen, heeft uitgezien, eindelijk aangebroken. En bevinden wij ons in de geniale schepping van onze eigen gemeentearchitect, de heer Dudok. En Amsterdam was trots op zijn eerste wolkenkrabber. Tenminste, zo werd het hoge flatgebouw genoemd dat in 1931 aan het Victorieplein werd gebouwd.
Nadat Amsterdam aan het eind van de vorige eeuw door de aanleg van het Noordzeekanaal een directe verbinding met zee had gekregen, was de stad sterk gegroeid. Sinds de eeuwwisseling waren er honderdduizenden inwoners bijgekomen en de hoofdstad werd in de jaren 20 en 30 naar alle kanten uitgebreid. Zo werd Amsterdam-Zuid gebouwd, naar een ontwerp van de inmiddels beroemde architect Hendrik Berlage. Berlage had meer plannen voor Amsterdam ontworpen. En in 1932 werd dat bekroond met de bouw van een naar hem genoemde brug, de Berlagebrug. Kort voor de officiële opening gaf Berlage zelf enige toelichting. Amstelaan, die 60 meter breed is, zal onder de brug worden naar Watergraafsmeer. En langs het plein gaan, tenminste dat is mij verteld, wat de bedoeling is om daar aan dat plein het nieuwe staatspoorstation te bouwen. Nadat een gymnastiekclub de brug op zijn betrouwbaarheid had beproefd, kon burgemeester De Vlucht van Amsterdam de opening verrichten. Amsterdam prijst zich gelukkig dat deze brug, tot welke bouw in minder moeilijke tijden dan die welke wij thans beleven werd besloten, is gereed gekomen. Zij is voltooid in een periode van depressie. Mogen deze brug de jaren trotseren en lang aan het verkeer dienstbaar zijn. Met deze wens, die naar ik meen door u allen zal worden gedeeld, verklaar ik gaarne deze brug thans officieel voor u in gebruik gesteld. De Amsterdamse burgemeester liet in zijn toespraak al duidelijk doorklinken dat het niet goed ging met Nederland. In 1929 was de wereldcrisis uitgebroken en ons land werd in de eerste helft van de jaren 30 meegezogen in een spiraal van bedrijfssluitingen, werkloosheid en armoede. De handelsvloot lag te roesten aan de kade en de industriële productie daalde tot de helft. Veel bedrijven konden het niet meer bolwerken en de arbeiders werden bij tienduizenden ontslagen. En terwijl er armoede heerste, ging veel voedsel naar de vuilnisbelt. Want de prijzen voor landbouwproducten waren zo sterk gedaald dat enorme hoeveelheden groente en fruit door de veilingen werden doorgedraaid en vernietigd. Op het hoogtepunt van de crisis zat meer dan een kwart van de Nederlanders zonder werk. De werklozensteun bedroeg ongeveer de helft van het laatst verdiende salaris en daarvoor moesten de werklozen zich dagelijks melden bij het stempellokaal om het uitkeringsboekje af te laten stempelen. Veel gezinnen verpauperden. Soms gingen bedrijven over tot loonsverlaging en dat leidde in de Twentse textiel tot langdurige stakingen. Het Nationaal Crisiscomité zamelde geld in voor behoeftige werklozen. En prinses Juliana hield daar een warm pleidooi voor. De mooie impuls van het saamhorigheidsgevoel dat de laatste tijd algemeen bovenkomt, mogen het zijne doen om dit zo breed mogelijk gebaseerde werk nieuwe levenskracht te verlenen. Om in menig bestaan milder omstandigheden te bereiden in de plaats van zeer bezwarende. Hoe meer ge ons geeft, hoe meer kunnen wij doen. Laat niemand denken dat zijn bijdrage voor ons van geen belang is. Het waren benarde tijden en in 1934 besloot de regering zelfs de werklozensteun te verlagen. Dat leidde in de Amsterdamse Jordaan tot een gewelddadig oproer. De Jordaners gingen de barricade op en voerden 3 dagen lang een verbeten strijd tegen politie, marechaussee en het leger. Tijdens die schermutselingen vielen 7 doden en 200 gewonden. Vele duizenden werklozen werden te werk gesteld in werkverschaffingsprojecten.
En voor de jongeren werden werkkampen georganiseerd, meestal op een levensbeschouwelijke basis. Een protestantse jeugdvereniging, de Amsterdamse Maatschappij voor Jonge Mannen, legde in Ermelo een zwembad aan. En even verderop, in Vierhouten, was het kamp van de AJC, de Arbeidersjeugdcentrale. Werkloze leden van die socialistische jeugdbeweging knapten de Paasheuvel op. Van die socialistische strijdliederen nog steeds terug aan de mislukte revolutiepoging van Troelstra, een jaar of 15 daarvoor. Er heerste groot wantrouwen jegens de socialisten en ze werden dan ook consequent buiten de regering gehouden. Maar ondanks die strijdliederen had het socialisme in Nederland zijn oorspronkelijk revolutionaire karakter allang verloren. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij was een hervormingspartij geworden die met democratische middelen strijdt voor sociale vernieuwing. Samen met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen demonstreerden de socialisten veelvuldig voor hun idealen. Katholieken mochten geen lid zijn van een socialistische organisatie, anders werden ze uitgesloten van de sacramenten. Ze mochten alleen lid zijn van een katholieke vereniging en katholieke kranten lezen. Het rijke Roomse leven weerspiegelde zich vooral in de vele processies, niet alleen in het zuiden van het land, maar ook zoals hier in het Noord-Hollandse Laren. Nederland was in de jaren 30 sterk verzuild. De maatschappij bestond uit streng gescheiden groepen die nauwelijks wisten wat er bij de anderen gebeurde. Katholieken, protestanten, socialisten, communisten en liberalen. Ze hadden allemaal hun eigen verenigingen, vakbonden en kranten en vaak ook nog hun eigen radioomroep. De politiek werd beheerst door confessionele en conservatieve krachten. Kabinetten van katholieken, protestanten en liberalen onder leiding van Hendrik Colijn, die 6 jaar achter elkaar minister-president was. Colijn, gereformeerd en antirevolutionair, voerde een behoudend beleid, vooral op economisch en sociaal gebied. Dat bracht hem enkele keren in conflict met de katholieken. Maar hij wist zich steeds te handhaven en dan kon hij het volk op vaderlijke wijze geruststellen. Nu de spanning die er de laatste paar weken in de politieke sfeer geheerst heeft, begint te wijken, zou ik gaarne aan iedere Nederlander een gemoedelijke raad geven. Deze namelijk. Wacht nu maar rustig af en laat uw vakantie, voor zover je die in een of andere vorm genieten kunt, vooral niet in de war sturen door nieuwe zenuwachtigheid. Veel Nederlanders hadden nooit vakantie en werkten het hele jaar gewoon door.
Maar de gelukkigen, die 1, 2 of soms zelfs 3 weken vakantie hadden, genoten daar met volle teugen van. Vakantiegangers bleven in Nederland en dat werd ook gepropageerd. Want het geld moest in eigen land worden uitgegeven om de nationale economie in deze crisistijd te steunen. De populaire cabaretier Louis Davids hield daar een pleidooi voor in een interview met de kersverse Miss Holland 1932. Majesteit, het is mij een groot genoegen de schoonste vrouw van Nederland in de schoonste badplaats op zulke een schone dag te mogen begroeten. Hoe vindt u Scheveningen? Heerlijk, verrukkelijk. En was u niet zenuwachtig toen u gekroond werd? Helemaal niet, want onze regering duurt maar 1 jaar... en dan worden we weer gewone belastingbetaalsters. Majesteit, als u werkelijke wetten gaat uitvaardigen, dan moet u onze Nederlanders verbieden onze mooie, ronde Nederlandse guldens in het buitenland uit te geven. Dat verdienen wij in Holland toch wel. Nee, dank u. Als ik een heuse koningin was, dan zou ik het anders willen. Alles in Nederland werd uitgegeven. Zo is het. Zo moet het ook zijn. Tijdens de genoegelijke show van het Parijse modehuis Maggie Roof in het Carlton Hotel te Amsterdam heb ik voor u een keuze gemaakt uit de verschillende artistieke modellen. Een keuze voor de ochtend, voor de middag, voor de avond en ook voor het diner. Als ge 's ochtends vroeg uitgaat, kunt ge dit grijze ensemble dragen met een aardige lila blouse. Het hoge bruine mutsje zal deze winter veel succes hebben. 'S middags winkelen we in een iets gekleder ensemble. Het heeft wijde mouwen en origineel aangebracht bont. We kunnen ook een mantel dragen, bijvoorbeeld deze blauw fluwelen met rijke bontgarnering. Dit diner- of cocktailtoilet is een combinatie van zwart met gouden lopertjes. Het décolleté van de avondtoiletten is dieper geworden. Merkwaardig zijn bij deze avondtoiletten de vele splitten. Enkele fitsen van de modeshow, maar ik denk dames dat u hieruit wel uw keuze zult hebben kunnen doen. Na de mode kwam er een andere verrassing uit Parijs. De beroemde Franse chansonnier Maurice Chevalier. In Amsterdam moest de politie te paard eraan te pas komen om de vele duizenden bewonderaars op een afstand te houden. Chevalier maakte een uitstapje naar Volendam, waar hij vooral de harten van de Volendamse meisjes stal. En terug in Amsterdam gaf hij nog een charmante toegift. Op het dak van het Carlton Hotel te Amsterdam. Maurice Chevalier, de gevierde, de verafgode, maakt zich gereed om voor de polygoonmicrofoon op te treden. Dames en heren, ik dank u zeer voor de grote ontvangst in Amsterdam. Jongens en meisjes, jullie hebben alle de route nu goed in je hoofd. Rijden jullie nog heel kalm en gewoon zoals jullie elke dag dat gewend zijn. Denk aan de verkeersregelen die jullie op school geleerd hebben en dan hoop ik dat jullie hiermee een goed en prettig examen zullen afleggen, dat jullie allemaal zullen mogen slagen. Verkeersexamen voor de jeugd in Rotterdam. Dat was noodzakelijk omdat het verkeer alsmaar drukker was geworden. Het aantal personenauto's verdubbelde in de jaren 30 tot ongeveer 100.000 en het aantal vrachtauto's en autobussen nam nog sneller toe. Het wegennet werd uitgebreid. Bestaande wegen werden verbreed en geasfalteerd.
Maar de grote rivieren vormden nog steeds een barrière voor het autoverkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland. In de 19e eeuw waren wel spoorbruggen aangelegd, maar het wegverkeer moest zich nog steeds behelpen met pontveren en een enkele schipbrug, zoals hier bij Arnhem. Dat kostte veel tijd en bij hoogwater en ijsgang was de overtocht zelfs onmogelijk. In 1933 werd een nieuwe verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel in gebruik gesteld, pal naast de allang bestaande spoorbrug. Die brug bij Zaltbommel was de eerste van een reeks nieuwe verkeersbruggen die in de jaren 30 over de grote rivieren werden gebouwd. Minister Kal van Waterstaat verrichtte de opening. Dames en heren, laat ik mogen beginnen met u mijn dank te betuigen voor uw tegenwoordigheid al hier, die door mij op hoge prijs wordt gesteld en waarin ik meen te mogen zien uw belangstelling voor het grote werk dat thans is voltooid en uw medeleven met de ontwikkeling van de verkeersmogelijkheden in Nederland. Later, in 1935, kreeg Arnhem een nieuwe brug over de Rijn, die een einde maakte aan de langdurige verkeersopstoppingen bij de oude schipbrug. En iets verder naar het zuiden werd ondertussen gebouwd aan de nieuwe verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen. De uitdrukking boven en beneden de Moerdijk was betrekkelijk geworden. Want ook het Hollands Diep werd overspannen met de indrukwekkende Moerdijkbrug die Noord- en Zuid-Nederland via de weg met elkaar verbond. Beschaafd amusement met een beetje swing en veel romantiek. Dat brachten de grote dansorkesten die in die tijd bijzonder populair waren. Zoals dit Engelse orkest van Ray Noble. Good night, sweetheart. All my dreams are of you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you. Tears and parting may make us fall. But with a dawn, a new day is born. Maar het kon ook op zijn Duits. Dat liet het orkest van Hans Schindler horen. Ohne dich ist die ganze Welt für mich ohne Sonne. Du alleine warst meine Wonne. Wolltest es ewig sein. Du gingst vor ohne Gruß und Abschiedswort. Ohne Liebe, nun ist jeder Tag grau und trübe, und ich bin ganz allein, allein, und ich bin ganz allein. De Chocolate Kiddies leken meer Amerikaans, maar ondanks die naam en de muziek was het een puur Nederlands orkest.
Helemaal Nederlands, of liever gezegd Fries, was de Elfstedentocht, die in 1933 voor de vierde keer werd gereden. Er waren 173 deelnemers en daarvan volbrachten er 160 de tocht. Winnaars werden de Friezen Abe de Vries en Sipke Kastelein in een recordtijd van 9 uur en 5 minuten. Kastelein, waar bent u eigenlijk in het begin bij de wedstrijd gekomen? Bij de leidende ploegen gekomen? Bij het leidende peloton? Bij Staveren. Tegelijk met de Vries? Jawel. En heeft de Vries, heeft Smit, heeft hij nog veel strijd gegeven? Nee, hij was op voor dorst. Maar mag ik u dan hartelijk feliciteren met uw succes? Dankjewel, meneer. Mag ik u ook feliciteren met uw succes, meneer? Ja, dankjewel. 3, 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 3. Vrolijke wandelaars tijdens de jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse. En ook het Nederlandse leger deed mee aan dit befaamde wandelsportevenement. Maar ondanks dit vrolijke gezang was de krijgsmacht in die tijd niet erg geliefd. Al vanaf de Eerste Wereldoorlog heerste in Nederland de sfeer van het gebroken geweertje. Een wijdverbreid antimilitarisme dat ook invloed had op de politiek. De defensie werd in die crisistijd getroffen door een ver doorgevoerde bezuinigingswoede. Het leger was ouderwets, slecht bewapend en slecht geoefend. Het demonstratieteam van de militaire luchtvaartafdeling was beroemd in binnen- en buitenland. Vijf vingers aan één hand werden ze genoemd. Maar de militaire luchtvaart, die 20 jaar tevoren was opgericht, vloog nog steeds met verouderde toestellen. De vliegtuigen werden zoveel mogelijk opgelapt en verbeterd, want geld voor nieuwe was er niet. In Duitsland ging dat anders. Omstreeks 1934 waren de nationaalsocialisten definitief aan de macht gekomen. Hitler was benoemd tot Rijkskanselier en Führer van het Duitse Rijk. Intussen begonnen de Duitsers met de opbouw van een groot en modern leger. Aanvankelijk werd in ons land niet zo negatief over het nationaalsocialisme gedacht. Want Hitler bestreed het communisme en veel Nederlanders waren geobsedeerd door het rode gevaar. Maar de nationaalsocialisten hadden het ook en vooral voorzien op de Joden, die langzamerhand uit de Duitse samenleving werden gestoten. Ze mochten niet meer in winkels, bioscopen en schouwburgen. Huwelijken tussen Joden en niet-Joden werden verboden. En hoewel er nog geen sprake was van grootscheepse vervolgingen, begon men zich ook in Nederland wat ongerust te maken. In de jaren 30 woonden in ons land 120.000 Joden. Vooral Amsterdam had een grote en zeer oude Joodse gemeenschap. De Amsterdamse hoofdsynagoge bestond al 300 jaar. Er waren rijke en arme Joden, maar velen werkten als kleine handelaar of marktkoopman. De zondagse Jodenmarkt in Amsterdam was befaamd. Al na de eerste discriminerende maatregelen waren duizenden Duitse Joden naar Nederland gevlucht. Ze vonden onderdak bij familieleden of bouwden zelfstandig een nieuw bestaan op. Koninginmoeder Emma had de sympathie van veel Nederlanders.
Na de dood van koning Willem III was zij 10 jaar lang opgetreden als regentes van haar minderjarige dochter Wilhelmina. Daarna had zij zich vooral bezig gehouden met de medische zorg aan hulpbehoevenden. Op 20 maart 1934 overleed de koninginmoeder op 75-jarige leeftijd. Oud en jong, arm en rijk, heel Nederland nadert vol eerbied de baar. De nationale landstorm onder generaal Duymar van Twist en de heer Snoek Henkemans. De 94-jarige oud-marketenster, een ontroerend schouwspel. De verpleegsters eren haar die zoveel voor zieken en zwakken heeft gedaan. Ook de kleuterschool, treffend van simpelheid, komen bij de baan. Zeven maanden later werd de koninklijke familie door een tweede slag getroffen. Koningin Wilhelmina's echtgenoot, prins Hendrik, bezweek op 57-jarige leeftijd onverwacht aan een hartaanval. De prins had tevoren vastgelegd dat zijn begrafenis in het wit zou moeten plaatsvinden. 1934 was vooral een gedenkwaardig jaar voor de Nederlandse luchtvaart. In die wereld van snelheid en durf volgde de ene recordvlucht na de andere. De Snip vloog naar de West en de Pelikaan keerde in januari terug uit Indië. En dat was een nationale gebeurtenis. Al vroeg in de middag stromen de luchtvaartenthousiasten naar Schiphol. Zij zullen zeker niet te laat komen. De KLM heeft voor vuurpotten gezorgd om de verkleumden te verwarmen. 10:50. De lichttoren van de vlieghaven vermeldt KP. Het KLM-vliegtuig Pelikaan in aantocht. Daar is hij! De Fokker F-18 Pelikaan had in een recordtijd de kerstpost naar Nederlands-Indië gebracht. De KLM onderhield weliswaar een geregelde lijndienst op Batavia, maar die tocht duurde 12 dagen. De Pelikaan deed er 4 dagen over en vloog nog sneller terug. De Nederlanders die het verloop van de tocht via de radio hadden kunnen volgen, waren dol enthousiast en vol bewondering voor de gezagvoerder van de Pelikaan, de uit Rusland gevluchte vlieger Ivan Smirnov. Dames en heren, ik dank u hartelijk voor deze geweldige belangstelling. Wij hebben in Indië, in Bandung, in Palembang, in Batavia, in Medan ook reusachtige, geweldige grondbelangstelling. Wat hebben wij aangetoond door deze vlucht? Niets anders maar onze plicht. En dankzij de KLM is een machtige belangstelling hier naartoe gebracht. Dank u zeer. De Pander Postjager had minder geluk. De Nederlandse panderfabriek had dit vliegtuig speciaal ontworpen voor het snelle postvervoer naar Indië. De postjager was ongeveer gelijk met de Pelikaan vertrokken, maar strandde in Italië met motorstoring en keerde pas veel later terug. Maar eind 1934 was het weer feest, bij de aankomst van de Uiver en zijn dappere bemanning. 21 november 1934 is een nationale feestdag geworden. Het begon al bij het krieken van de dag. Het oranje, blanje, bleu werd uitgestoken. De trams kregen een feestelijk aanzien. Schepen in de haven werden gepavoiseerd. Half Nederland maakte zich gereed om de Uiver te gaan begroeten. De kranige Amsterdamse verkeerspolitie bezette reeds vroeg de posten. Een onafzienbare rij auto's slingerde zich langs de smalle wegen die toegang tot Schiphol gaven. De door de genie gelegde pontons brachten uitkomst. De hekken gaan open en uiverend Nederland stroomt naar binnen. Niemand wil te laat komen bij dit nationaal festijn. De tijd schiet op. Nog slechts enkele minuten. Men zoekt de hemel reeds af. En plotseling
Daar is de uiver. De DC-2-uiver was het eerste geheel metalen vliegtuig van de KLM. En met dit toestel had de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ingeschreven voor de Melbourne Race. Een luchtreis van Londen naar Melbourne. Vliegtuig en bemanning deden het uitstekend. Want ondanks een dramatische noodlanding in Australië werd de uiver toch tweede. Heel Nederland had in spanning gezeten. En dat ontlaadde zich in een massale hulde op Schiphol. Gezagvoerder Parmentier was er kennelijk beduust van. Ik spreek zeker namens de hele bemanning en alle passagiers als ik zeg dat wij nog nooit in ons leven zoveel hartelijkheid hebben ondervonden als op deze reis. Het is nog niet geheel tot ons doorgedrongen waaraan we dat eigenlijk wel verdiend hebben. Maar niettemin dank ik u namens alle opvarenden van de uiver voor het medeleven en het enthousiasme waarmee u allen onze vlucht hebt gevolgd en welke tot uiting kwam door de duizenden brieven en telegrammen die wij mochten ontvangen en de geweldige spontane ontvangsten die wij overal waar wij met onze uiver neerstreken in ontvangst konden nemen. Ook in de sport werden helden bejubeld. Wielrennen op de baan was bijzonder populair. Vooral het internationale circuit van de Zesdaagsen, dat in die jaren vrijwel geheel werd beheerst door de Tilburger Jan Pijnenburg. Samen met zijn maat Cor Wals won hij de ene wedstrijd na de andere. En nu mag ik u misschien even een van de overwinnaars voorstellen. In de eerste plaats de oudste van de twee, Pijnenburg, die enkele woorden, dames en heren, tot u te spreken heeft. Onze stoere overwinnaar Pijnenburg. Achterlandsgenoten, ik ben zeer blij dat ik de tweede Amsterdamse zes dagen gewonnen heb. Vorig jaar heb ik ook gewonnen. Maar dit jaar hebben we des te schitterende reden, omdat Wals heeft toch meer fury en is nog meer met jongere geest belust om te rijden. En het publiek heeft van ons meer genoten, dunkt mij. En dan zal Holland nog veel plezier van ons hebben. Ik heb gezegd. Wielrenner Kees Pellenaars veroverde in 1934 in Leipzig het wereldkampioenschap op de weg bij de amateurs. In zijn woonplaats Ter Heide werd hij uitbundig gehuldigd. En natuurlijk werd er ook gevoetbald. Als Nederland tegen België speelde, was het stadion afgeladen en zaten miljoenen gekluisterd aan de radio. Daarvoor zorgden voetbalvedetten als Kik Smit, Pep Bakhuis en Leo Halle. In 1935 kwam Nederland helemaal in de ban van het schaken. Want de nog jonge Max Euwe werd wereldkampioen na een verrassende overwinning op de titelhouder, de Fransman Aljechin. Het is een gebeurtenis geweest voor schaakspelend Holland zoals we nog nooit tevoren hebben gehad. En dat danken we in de eerste plaats aan het schaakminnend publiek. Ik vind nog altijd de hoofdzaak van deze wedstrijd dat het schaakspel supporters gewonnen heeft. En wat betreft het, wat ik zou noemen het nevenresultaat, dat ik wereldkampioen ben, dat verheugt mij natuurlijk wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet het idee dat ik het heel lang zal zijn. In de tweede helft van de jaren 30 maakten veel artiesten een tournee door Nederlands-Indië. Een maandenlange tocht onder de tropenzon in dit uitgestrekte eilandenrijk. Het populaire cabaretduo Tholen en Van Lier keerde in 1936 terug van die lange reis en had meteen een liedje klaar. We zijn voorbij die zes snikhete maanden. We zijn weer eindelijk in het moederland. We zien hier niets dan stralende gezichten. En dankbaar drukken wij een vriendenhand. En nu denken wij niet meer aan die holle kaffer. Want de jongen is voorbij. We zijn nu Holland weer. Nu denken wij niet meer aan die holle kaffer. Want de jongen is voorbij. We zijn in Holland weer.
op de kaart van Europa Nederlands-Indië af. En gij kunt u een denkbeeld vormen over de afmetingen hiervan. 2.220.000 vierkante kilometer, 64 miljoen inwoners in 1930, thans uitgebreid tot 70 miljoen. En daarvan slechts 240.000 Europeanen, waarvan rond 100.000 uit Nederland afkomstig. Dat is Indië. Een onmetelijk gebied met oude Javaanse cultuur naast het primitieve animisme van Nieuw-Guinea. Een gebied dat zich in de 40 jaren van deze eeuw sneller en voortvarender ontwikkelde dan ooit tevoren. Indië werd een modern land, zowel wat betreft handel en verkeer, onderwijs, hygiëne, volksgezondheid en sociale maatregelen als bestuursvoering. Nederlands-Indië. Nederland had als klein land een enorme kolonie in de Oost, die voor het moederland van groot economisch belang was. Niet alleen door de rijkdom aan delfstoffen zoals tin, steenkool, goud, diamanten en aardolie, maar vooral door de tropische cultuurgewassen. Dankzij Nederlands-Indië was ons land een van de belangrijkste wereldmarkten voor tabak, rubber, koffie en thee. Wij nemen u mee naar West-Java om een vluchtige indruk te geven van de theecultuur. Het werk en de controle in de theetuinen, het plukken van het blad, het transport naar de fabriek. In dit enorme gebied werden orde en rust gehandhaafd door het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En na jarenlange dienst in de tropen konden de gepensioneerden van dit koloniale leger bij hun terugkeer in Nederland altijd rekenen op een plaatsje in Bronbeek. Daar brachten ze hun laatste levensjaren door. Waar het soldatenhart het meest naar haakt, natuurlijk de keuken, de fabriek van snert en rats. Eten halen, een welkom beval. In de ruime eetzaal verzamelen alle oude krijgsmakkers zich om de gezellige tafels en doen de kok alle eer aan. Na het eten verspreiden de mannen zich om of in de kantine of huiskamer hun krantje te lezen en pijpje te roken. Vier kameraden die deelgenomen hebben aan expedities op Atje in Lombok spelen een klaverjasje. En terwijl de biljartballen vrolijk rollen, worden sterke verhalen over remboe en krijgslisten verteld. Maar het ging in Indië niet meer om Atjeërs en Lombokkers. Er dreigde gevaar van buitenaf. Het agressieve gedrag van Japan, dat een pact met Duitsland had gesloten, baarde zorgen. Leger en vloot van de kolonie moesten worden versterkt en zo vertrok de gloednieuwe kruiser De Ruiter naar de Indische wateren. In 1936 werden de Olympische Spelen in Berlijn gehouden. En Hitler maakte van de openingsplechtigheid een nationaal-socialistische show. Sommige sportlieden hadden geweigerd naar Duitsland te gaan, maar de meerderheid deed gewoon mee, met als argument dat sport niets met politiek te maken heeft. De Nederlandse Olympische ploeg was ook present en behaalde opmerkelijke successen. De Nederlandse dameszwemploeg werd bij terugkeer in ons land enthousiast ingehaald, want de zwemsters hadden een gouden plak veroverd op de estafette vrije slag. In Amsterdam werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. De Amsterdammers huldigden zwemster Nida Senf
die Olympisch kampioen rugslag was geworden. En in Rotterdam stond Rien Mastenbroek in het middelpunt van de belangstelling. In Berlijn had ze 2 gouden medailles gewonnen op de nummers vrije slag. Wielrenner Arie van Vliet werd in Woerden gehuldigd als Olympisch kampioen op de 1 kilometer tijdrit. Dames en heren, u zult wel begrijpen dat ik niet veel kan spreken. Ik ben zeer getroffen door deze hulde en ik dank alle hartelijk. Dank u wel. In 1936 besloot de regering eindelijk de gulden te devalueren. Andere landen hadden dat al veel eerder gedaan en daardoor was Nederland een duurte-eiland geworden. Na de devaluatie trok de economie weer aan, daalde de werkloosheid en werd de crisis minder voelbaar. Op de golven van crisis en werkloosheid waren in de jaren 30 allerlei fascistische groeperingen en partijen ontstaan. Maar slechts 1 partij brak werkelijk door tot de landelijke politiek. De Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert. Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid en de hoogheid van het Nationaal-Socialisme. Wij zullen het weer weerbaar maken, te land en ter zee, opdat het zijn onafhankelijkheid en zijn vrijheid zal kunnen verdedigen. Tezamen zullen wij opbouwen een vernieuwd Nederlands volk, dat zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen jegens God, vaderland, vorstin, gezin. En uit de vervulling van die plichten zullen onze rechten voortvloeien. Het recht om te leven in een onafhankelijke Nederlandse staat. Het recht op een bestaan voor u en voor uw kinderen. Houd in. Met dit soort ferme taal behaalde de NSB bij de provinciale statenverkiezingen van 1935 bijna 8% van de stemmen. Maar 2 jaar later, toen het weer wat beter ging met Nederland, volgde de terugslag. Bij de Kamerverkiezingen van 1937 kwam de NSB nog maar op ruim 4%. Bij die verkiezingen van 1937 konden de Nederlanders uit 20 partijen kiezen. Al heel wat minder dan 4 jaar tevoren, toen er nog 54 partijen waren. De uitslag was niet verrassend. Er kwam weer een confessioneel kabinet onder leiding van Hendrik Colijn. Overigens hadden de Nederlanders meer aandacht voor een andere gebeurtenis. Alle verkeersstromen uit den landen zijn gericht op de residentie. Van heinde en verre daveren de volle treinen met 10.000 en 10.000 feestgangers aan. Auto's en bussen, vol met kijklustigen die grote van nabij willen aanschouwen. Ontelbare fietsers, voor wie de grootste afstand geen bezwaar is. Zo stort de vloedgolf van bezoekers zich over Den Haag. Honderdduizenden die getuigen willen zijn van deze nationale gebeurtenis. In dichte drommen begeeft men zich naar de route en neemt zijn plaatsen in op de tribunes in afwachting van het grote ogenblik. En zo trok de koninklijke stoet op die 7e januari 1937 door een overbevolkt Den Haag, waar de huwelijksplechtigheid plaatsvond. Het kerkelijk huwelijk werd in de Sint-Jacobskerk voltrokken door oud-hofpredikant dominee Welter. Aan haar bekend zij hiervoor dat zij genomen had aan de dat u wettige vrouw haar hier hem in dit ogenblik in de uur was. Wat is daarop uw hoorbaar antwoord? Ja.
Juliana, bekend gij hier, voor het dat gij genomen hebt en neemt, dat u een wettige man, hem in wiens hand thans de uwe rust. Wat is daaruit uw hoorbaar antwoord? Ja. Kort daarna gingen prinses Juliana en prins Bernhard op wintersportvakantie in Zell-am-Zee. Terug in Nederland verrichtte het prinselijk paar de doopplechtigheid van het jacht Piet Hein, het nationale huwelijksgeschenk. Koninklijke Hoogheid, mag ik u dit bijltje aanbieden als een aandenken aan dit ogenblik. En mag ik u verzoeken daarmee dit touwtje te verbreken, zodat het schip gedoopt en gewaard heeft gaan laten worden. Laat u maar even klinken. Vele duizenden padvinders uit alle delen van de wereld hadden in de zomer van 1937 hun tenten opgeslagen in het Noord-Hollandse dorp Vogelenzang voor de Wereldjamboree. Koningin Wilhelmina en Lord Baden-Powell, de oprichter van de padvindersbeweging, waren getuigen van een kleurrijk défilé. Bijzonder schilderachtig was de afvaardiging uit de Verenigde Staten. En de Europese landen waren natuurlijk sterk vertegenwoordigd. Maar de show werd vooral gestolen door de vele exotische groepen uit het Midden-Oosten en uit Azië. Zag koningin Wilhelmina de padvinders uit haar eigen koninkrijk voorbij marcheren. Uit het moederland en uit de koloniën. Van de traditionele rally enigszins was bedaard, kon koningin Wilhelmina de World Jamboree officieel openen. Padvinders uit alle delen van het Rijk, gij moest nooit vergeten dat gij tijdens deze jamboree gastheer zijt. Vervult uw taak in deze met hulpvaardigheid en opgewektheid en doe daarmede de naam van Nederland als gastvrij land era. Herewith I declare the jamboree open.
Ondanks de nog nasudderende crisis was er in de tweede helft van de jaren 30 volop ontwikkeling. De spoorwegen begonnen met het vervangen van stoomtreinen door elektrische treinen en dieseltreinen. Tegen het einde van de jaren 30 was al bijna 1/6 van het Nederlandse spoorwegnet geëlektrificeerd. Ook de burgerluchtvaart ontwikkelde zich voorspoedig. De KLM onderhield lijndiensten op praktisch alle Europese landen, op Nederlands-Indië en de West en op een aantal bestemmingen in Nederland. Jaarlijks vervoerde de luchtvaartmaatschappij 200.000 passagiers. Het leek er ook een tijdje op dat luchtschepen met gasgevulde ballonnen voorzien van een motor van belang zouden zijn voor de burgerluchtvaart. De Duitsers ontwikkelden enkele zeer grote luchtschepen en met de Hindenburg werd zelfs een lijndienst onderhouden tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Maar op 6 mei 1937 vloog de Hindenburg bij de landing in het Amerikaanse Lakehurst in brand. Door het uiterst brandbare waterstofgas was het luchtschip binnen luttele seconden veranderd in een vuurzee. Bij deze ramp kwamen 36 mensen om het leven. En de tijd van de kwetsbare luchtschepen leek voorgoed voorbij. Begin december 1937 kreeg prins Bernhard een auto-ongeluk. Bij dit viaduct in Diemen reed hij in volle vaart op een zandauto in. Nederland hield de adem in, maar de prins bleek slechts een lichte hersenschudding en een snijwond te hebben. En na korte tijd kon hij het ziekenhuis alweer verlaten. Anderhalve maand later kwam er werkelijk groot nieuws van Soestdijk. Er was een prinsesje geboren. Beatrix Wilhelmina Armgard. De blijde Mare komt het speciale postkantoor binnen en in enkele seconden is het over de gehele wereld verspreid. Hierbij komt gedaan dat ons op heden een prinses is geboren op het paleis Soestdijk. Op die 31ste januari 1938 spoelde een golf van feestvreugde over het land. In Amsterdam ging de bevolking massaal de straat op, hossend en zingend.
Het feest duurde tot diep in de nacht. En de volgende dag kwamen deputaties uit het hele land hun geschenken aanbieden op Paleis Soestdijk. Een deputatie van het 4e halfregiment Huzaren uit Deventer met een prachtig bloemstuk en een zilveren drinkbeker. Deze hoogwaardigheidsbekleder komt namens het gemeentebestuur van Barneveld met een mand heerlijk verse eitjes. Amsterdamse verpleegsters komen hun blijdschap uiten in de vorm van een enorme bloemenmand. Een krentenbrood van abnormale afmetingen namens de Barneveldse vrijwilliger burgerwacht. In de zomer van 1938 stond prinses Juliana naast haar moeder bij een andere feestelijke gebeurtenis. Koningin Wilhelmina vierde haar 40-jarig regeringsjubileum. En vanaf het balkon van het paleis op de Dam nam zij een nationale huldebetoging in ontvangst. Een defilé van tienduizenden Nederlanders. Tijdens een grote legerrevue kon de koningin met eigen ogen aanschouwen hoe de krijgsmacht er in 1938 voor stond. Dat was niet zo best. Jarenlange bezuinigingen hadden hun sporen achtergelaten. En het leek er veel op dat de Nederlandse soldaten met museumstukken ten strijde moesten trekken. De meeste infanteristen waren uitgerust met een geweer uit het einde van de 19e eeuw. En de mitrailleurs dateerden uit de Eerste Wereldoorlog. De cavalerie oogde wel bijzonder martiaal, maar stelde in een moderne oorlog niets voor. De kanonnen en het veldgeschut dateerden van omstreeks de eeuwwisseling en werden getrokken door paarden. Slechts enkele moderne stukken hadden motortractie. Voor de rest verplaatste het leger zich te voet of op de fiets. Het moderne deel van het Nederlandse leger was uiterst bescheiden, wat vrachtwagens en motoren en enkele stukken licht geschut. Enkele jaren tevoren was het wel tot de regering doorgedrongen dat de defensie versterkt en gemoderniseerd moest worden. Maar de bestelde wapens werden langzaam en mondjesmaat geleverd. En zo had het Nederlandse leger in 1938 nog geen enkele tank en slechts enkele lichte panzerwagens. Bij de militaire luchtvaartafdeling was het al niet veel beter. Naast 25 totaal verouderde toestellen beschikte de luchtmacht over slechts 20 moderne vliegtuigen. Die povere militaire luchtvloot zou tegen het einde van de jaren 30 worden uitgebreid met moderne toestellen die nog in bestelling waren. Bommenwerpers van Fokker en Boeing en de legendarische Fokker G1, een zwaar bewapende en wendbare jachtkruiser. De slagkracht van de marine leek groot.
kruisers en kanonierboten, mijnenleggers en mijnenvegers, torpedobootjagers en onderzeeërs. Maar veel schepen waren verouderd en niet uitgerust voor een moderne oorlog. Ondertussen hadden zich in het buitenland ontwikkelingen voorgedaan die grote zorgen baarden. In maart 1938 waren Duitse troepen zonder slag of stoot Oostenrijk binnengevallen. En bij hun opmars naar Wenen werden ze als bevrijders begroet. Maar niet iedereen was zo gelukkig met de komst van het Duitse broedervolk. De Oostenrijkse Joden dachten met angst aan de Joden in Duitsland, die stelselmatig werden gediscrimineerd, vervolgd en gedeporteerd. En ze zouden gelijk krijgen, want een dag later arriveerde Hitler en hij maakte de Oostenrijkers duidelijk dat ze nu een deel van het Duitse Rijk waren geworden. Die zogenaamde Anschluss betekende dat de Oostenrijkse Joden nu eenzelfde lot tegemoet gingen als hun geloofsgenoten in Duitsland. Meer dan 20.000 Duitse Joden vluchtten in die jaren naar Nederland. Ze werden opgevangen in kampen en de weeskinderen gingen naar pleeggezinnen of tehuizen. Toch werd er in die verwarrende tijd ook nog wel gelachen. Bijvoorbeeld bij de revue van Louis Davids, De Grote Kleine Man. De kip gaat in het kippenhok, van je top, 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 van je top, 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 bovenop de kippenstok, van je top, 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 top. Huisje, straks schakelen we allemaal mee, nietwaar? Daar gaat het om. Nou, zingen hoor, anders hou ik jullie tot 6 uur hier alleen met de kip. Dat moet weer getokt worden. Wat is dat nou voor onzin? Doe moeder, meekakelen hoor, ik laat ga je. Daarna is het gezellig, dan komt er een finale. En dan is pauze. Mogen alle bezoekers gratis de stallen bezichtigen. Ze zijn hier onder het toneel. Kost niks. Er staat een man in de bus, maar dat is voor werkeloze revuekomieken. Dat is het vijfde vers van Van Zanten. Van Zanten zei, dat gaat me nou toch boven mijn begrip. En die dacht, ik ga eens naar een somnambule met die kip. Toen die verunneringsdaalder in de transe was gegaan, toen zei ze in de slaap, het is geen kip, het is een haan. En die haan die kraait dan voortaan blij. My life, my life. Mooi, niet dat ijs zo laten uitlopen hoor, dat is ook gaat. Vooruit! En de kip zat in de kip. In sommige zalen klonk een heel ander geluid, want de jazzmuziek veroverde Nederland. Hoogtepunt van het jazzconcours in Den Haag was het optreden van de beroemde Hot Club de France met Django Reinhardt en Stefan Grappelli. De jazz was bijzonder populair bij de jeugd en dan vooral om eens lekker op te dansen. Maar veel ouderen zagen het toch meer als een gedegenereerde uitwas van deze moderne tijd. De gewone man moest hier allemaal niets van hebben. Die werd meer aangesproken door de eenvoudige levensliedjes van de inmiddels 70-jarige Koos Speenhof. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten, al dat ze jou geheel niet kan vergeten. 9 uur, je vader ligt in bed, en in mijn handen heb ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga liggen, o jonge lief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet, dat ik geen rustig stukje brood meer eet.
Een twee van een zeer oud liedje, dames en heren, zal mijn vrouw voor u zingen, Het Broekje van Jantje. Er was eens een haveloos ventje, die vroeg aan zijn moeder een broek. Maar moeder verdiende geen centje, en vader was wekenlang zoek. Ach, moedertje, geef me geen standje, er zit in mijn broekje een scheur. De jongens op school roepen Jantje, jouw billetjes die zien we der deur. Een zeer ons liedje aanwezigen is gemaakt op de Rotterdamse schutterij. Daar komt de schutterij, met vaandels en met pluimen, en ze lopen in de rij. En ze kouwen op de pruimen, zijn ze in hun sas. Deze op hun neuzen krullen, ze lopen in de pas, als nieuwe zoete knullen. En daar komen de schutters, en daar komen ze aan. De mannetjes schutters van Rotterdam. Oh, wat een geschitter, wat maken ze luid. Dat komt van de pieter. In augustus 1938 werd een deel van het Nederlandse leger gemobiliseerd. Want Duitse troepen stonden bij de Tsjechische grens en Hitler eiste het Sudetengebied op, dat door 3 miljoen Duitsers werd bewoond. Er dreigde oorlog en de Nederlandse soldaten gingen in stelling langs de grenzen en de kust. Sommige huisvrouwen besloten maar eens flink in te slaan, want menigeen herinnerde zich nog de voedselschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar eind september haalde iedereen weer verlicht adem. Duitsland, Frankrijk en Engeland sloten het akkoord van München en Tsjechoslowakije moest het Sudetengebied aan Duitsland afstaan. Hitler had weliswaar zijn zin gekregen, maar de vrede was gered. De vlaggen gingen uit en de grenstroepen konden weer naar huis. Ver van het gewoel, in een stille Waalwijkse cafézaal, vertoonde Keesje de Ruiter zijn kunsten. Een 11-jarig biljartwonder dat iedereen versteld deed staan. Het was het prille begin van een langdurige carrière op het groene laken. In de buurt van Rotterdam trainde de bokser Beb van Klaveren voor het Europees kampioenschap middengewicht. Hij was al tweemaal Europees kampioen geweest en ook nu zou hij die titel weer veroveren. De meisjes van een Amsterdamse huishoudschool hadden veel minder pretenties. Die leerden gewoon voor dienstboden. Hoeveel zout moet iedereen doen? Nou, niet te veel hoor, een half leven maar. Dit was het kabinet De Geer, dat in 1939 een einde maakte aan het tijdperk Colijn. Dat nieuwe kabinet kreeg het al direct zwaar te verduren,
Want eind augustus sloten Duitsland en Rusland een niet-aanvalsverdrag. En dat leidde in de wereld tot hevige spanningen. De Nederlandse regering besloot tot algehele mobilisatie van het leger. 3 dagen later vielen de Duitsers Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog en de Tweede Wereldoorlog was een feit. Nederland wilde neutraal blijven en zou die neutraliteit met alle mogelijke middelen verdedigen. De internationale toestand heeft de regering doen besluiten onze grenzen te versterken ter handhaving van onze neutraliteit. Met de filmcamera hebben wij een tocht gemaakt langs onze Nederlandse verdedigingswerken. Niet alleen op de grote verkeerswegen, maar ook op de kleine landwegen zijn versperringen aangebracht van ijzeren palen, zogenaamde asperges, die in betonnen putten geplaatst worden. Bovendien wordt elke versperring door verdekt opgestelde mitrailleurs en kanonnen beschermd. Aan de bomen worden gordels met springstof bevestigd die, tot explosie gebracht, de versperring nog doeltreffender maken. Belangrijke bruggen worden streng bewaakt en slechts na scherpe controle mag een brug gepasseerd worden. De dreiging uit het oosten moest vooral worden tegengehouden door een aantal verdedigingslinies. Een eerste linie langs de Maas en de IJssel, met daarachter van het IJsselmeer tot de Belgische grens de Grebbelinie en de Peelraamstelling. En tenslotte nog een linie die het westen van het land, de vesting Holland, moest beschermen. Toch werd het ook weer feest in Nederland. Op Soestdijk was op 5 augustus 1939 weer een prinsesje geboren. Irene Emma Elisabeth. En net als bij de geboorte van prinses Beatrix ging een opgetogen menigte de straat op. Met grote vreugde viert Nederland de geboorte van het jonge prinsesje. Talrijke bloemstukken worden aan het paleis Soestdijk bezorgd. Een jonge man komt uit Noorwegen fietsen met bloemen voor ons prinsesje. Ondanks oorlogsspanning en mobilisatie werd er hard doorgewerkt aan de drooglegging van de voormalige Zuiderzee. Rond de toekomstige Noordoostpolder werd een dijk aangelegd. De dijk wordt verstevigd door puin en steen. 10.000 ton stortsteen wordt per week verwerkt. Vanaf het Friese Lemmer werd deze dijk via Urk aangelegd tot de kop van Overijssel. In oktober 1939 kwam het dijkgedeelte tussen Lemmer en Urk gereed. Dat was een historisch moment, want het eiland Urk werd zo met het vasteland verbonden. Weer komt de grijper. Voor de laatste maal opent hij zijn geweldige kaken en Urk is eiland af. Maar in die mobilisatietijd werden de Nederlanders ook voortdurend geconfronteerd met een mogelijke oorlog. Raadgevingen voor de burgerbevolking tegen luchtaanvallen worden verspreid. En men beveiligt de belangrijkste gebouwen met zandzakken. Schuilplaatsen worden aangelegd waar men bij gevaarlijke situaties dekking zal kunnen vinden. En nu vele dienstplichtigen onder de wapenen zijn geroepen en vele mannen hun werk moeten laten liggen, steken de vrouwen manmoedig de handen uit de mouwen.
Het bekende voedselkaartensysteem uit de vorige mobilisatie zal weer in gebruik worden genomen. En met het uitreiken der kaarten is een aanvang gemaakt. Die distributie was eigenlijk bedoeld om het systeem uit te proberen. Want er waren nog levensmiddelen genoeg. En dat gold ook voor de autoloze zondagen die in het najaar van 1939 werden ingevoerd. Veel ernstiger was de situatie op zee. Daar bestreden de oorlogvoerende landen elkaar met mijnen en onderzeeërs. En ook de schepen van een neutraal land als Nederland liepen grote kans op een mijn te lopen of getorpedeerd te worden. Het passagiersschip Simon Bolivar vertrok in november uit Amsterdam voor een reis naar het Caribisch gebied. Een dag later werd het schip in de monding van de Theems door een magnetische mijn tot zinken gebracht. Die ramp kostte 84 passagiers en 18 bemanningsleden het leven. De overlevenden werden ondergebracht in Engelse hospitalen en hotels. Enkele dagen later kwamen ze met de veerboot in Vlissingen aan, berooid en ontredderd. In 8 maanden tijd werden 26 Nederlandse schepen door mijnen of torpedo's getroffen. En daarbij vielen 250 doden. Een 250.000 Nederlandse mannen leefden al maandenlang in kazernes, bunkers en loopgraven. In een eentonig ritme van exerceren, wachtlopen en uitkijken naar een eventuele vijand. Landerigheid en verveling sloegen toe. Maar af en toe was er wat ontspanning. Een bonte avond met de onder soldaten immens populaire komiek- en liedjeszanger Kobus Kug. Ja, dus we beginnen heel zacht voorop, dat gaat zacht, zie je? Voorop, dat gaat de kolonel, kika. En langzamerhand sterker en sterker, want dan gaan we het laatste 24e couplet. En dan lekker bruiden. En zo marcheert de troep voorbij, een schare uitgelezen. Elk die ze ziet, moet trots en blij, ons leger mag er wezen. En dan gaan we allemaal, hoor. Voorop, daar rijdt de kolonel, kika, kolonel. Daarachter komt de hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, en de kie, en de ka, en de kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. In het najaar van 1939 was het uit met de pret. Er kwamen alarmerende berichten uit Duitsland en Nederland nam maatregelen. Ten einde onze verdedigingswerken belangrijk te versterken, zijn op verschillende plaatsen in ons land thans uitgebreide streken onder water gezet. De bewoners van deze geïnundeerde gebieden zijn geëvacueerd. De gebieden bij de verdedigingslinies waren onder water gezet toen in november 1939 van alle kanten berichten kwamen dat Duitsland van plan was Nederland binnen te vallen. Trosteloos liggen de verlaten boerderijen te midden der onafzienbare watervlakten. Er werden nog meer maatregelen genomen. Alle militaire verloven werden ingetrokken en de paraatheid langs de grens werd versterkt. Het land was voorbereid op een Duitse inval. Maar tegen het einde van het jaar was er nog niets gebeurd. En zo brak 1940 aan. Nederland wachtte af. Met het leger op volle sterkte, verscholen achter het water en levend tussen hoop en vrees. ...1939 is historie geworden. Wanneer de klokken met hun 12 slagen het nieuwe jaar inluiden, gaan onze gedachten terug naar de belangrijke gebeurtenissen in het veelbewogen oude jaar. Mo-
mobilisatie, de schrik van elk vredelievend volk, bracht in ons land een grote ommekeer. Een gevoel van dankbaarheid gaat uit naar de mannen die ver van huis en haard waken over het vaderland. Dat Hare Majesteit onze geëerbiedigde koningin steeds bij en met haar volk is, zal ons sterken in het geloof en vertrouwen in een betere toekomst. Ik weet weinig van de dingen die u op het doek zag staan. Ik weet alleen maar dat mijn vader als soldaat is weggegaan. En nu hoop ik voor mijn moesje dat hij terugkomt, maar voorgoed. Ik wens dat ook voor het hele leger, zonder dat het strijden moet. Als die wens vervuld mocht worden, zegt u allen tot elkaar, dan wordt 1940 een net gelukkig nieuwe jaar.